Kijk, dit is de grap. Daar komt hij. Onze vriend Kenneth Vermeerd wordt aangehouden. Wat is nou weer de reden? Niks. Is het nu elke dag dat ik een controle heb of zo? Elke dag. Is dit net hier vandaag weer? Nee, dag neef. Maar serieus, is het, lijkt het nu zo zwaar op een crimineel of wat is het nou? Nee, wacht even. Ja, ik heb het. Ik heb alles. Maar ben ik... Laten we daarmee beginnen. Maar zie ik eruit als een crimineel of zo, dat ik elke dag jullie wordt aangehouden? Het lijkt er nu wel op. Weet je wat het is? Met zo'n auto? Ik kan het veroorloven. Ik kan het veroorloven. Ik kan het betalen. Ja, nee, maar jullie komen de hele dag met zo'n auto, dit, dat. Ja. Hoezo zo'n auto? Is dat van een auto? Hoezo een auto? Kijk, wij zitten ook in onze vette Volvo. Brandnieuwe Volvo. Hoezo een auto? We kunnen ook rijk zijn, politie. Dit is echt gek. Daarom, omdat ik zo'n auto rijd, moet ik elke dag worden aangehouden. Ja. Het is wel dat jij elke dag wordt aangehouden, maar kan ik vandaag niks aan doen? Jawel. Ik zie jou vandaag rijden, ik vind het een auto. Dat verdient aandacht. Dus je hebt het gevoel dat ik een crimineel ben? Of ja. En een witte jongen erin, dat verdient geen aandacht. Duh, dit is echt om gek te worden. Super man, dankjewel. Het kost er ook moeite, denk ik, maar... Dat kost een hele hoop moeite, omdat het gewoon fucking irritant is. Ja, is het ook. Maar ja, weet je, dat hoort bij mijn werk. Soms zet ik een auto voor de kant. Ik denk dat je beter andere dingen kan doen, dat het meer geld oplevert. Want dit gaat je niks opleveren. Waarom moest jij hier staan? Aan de vuur geleden ben ik vlak daarvoor gestopt. Nu, ik rijd naar huis. Ik ben bijna voor de deur. Mag direct weer meekomen hier natuurlijk. Ze hebben niks te doen, broer. Ik zweer het je. En dan nu, omdat ik niks heb, dan gaan ze nu kijken of mijn geluid niet uit. Want misschien kunnen ze me daar dan wel een boete op geven. Wauw. Ja. Het is echt... Dit is echt gek. Dit moet echt ophouden. En het is maar goed dat mensen het nu tegenwoordig vastleggen. Want dit is echt een... Dit gebeurt dagelijks. Ja. En ik blijf het zeggen, ik heb het ook meegemaakt. Ook een Audi Q7. Ook de hele dag zitten ze achter je aan te rijden. En het is, omdat ik een vrouw ben, is het niet zo heftiger geweest. Maar als mijn broertje ook in die auto rijdt, wordt hij ook aangehouden. Dus het is ook niet normaal. Je moet niet aanraken, hè? Je moet niet aanraken, oké? Dit is mijn broer, dit is mijn familie. Als ik wil, mag ik met hem praten. En niemand heeft jou het recht om hem aan te raken. Ja, dat zegt hij, dat zegt hij, dat naar achteren gaan, maar je gaat me niet zomaar aanraken. Bij deze, zonder op mij. Nee, je moet niet aanraken. Jij moet niet aanraken.